Hi, hi, hier is de Anna, praktisch spiritueel healer teacher en dimension weaver. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik een hele duidelijke stem hoorde, die op een duidelijke manier tegen mij sprak. Dus niet gewoon van een mens, maar van boven. Het was 1999 en ik woonde op Bonaire. Ik was getrouwd. Mijn man werkte daar als technisch bijstander en wij hadden een hond. Tara, die was achtergelaten of die zou achtergelaten worden door een Nederlands gezin die terugging naar Nederland en besloten had de hond die al vele jaren onderdeel was van hun gezin om die nou ja, achter te laten. Dus wij hebben Tara liefdevol in huis genomen. En nou ja, mijn man liet altijd de hond uit, of samen met mij. Hè. Ik vond echt dat het zijn hond was, want hij wilde graag die hond hebben. En op een gegeven moment hoorde ik heel duidelijk een stem. Wanneer jij Tara alleen gaat uitlaten bij Boca Onima, zul jij een hondje tegenkomen. Dat hondje zul jij suerte noemen, dat is het Spaanse woord voor geluk. En jij neemt dat hondje mee, want ja, jij hebt dat hondje nodig en dat hondje heeft jou nodig. Nou, echt, ik was echt flabbergasted. Dat was de eerste keer dat ik zo een stem hoorde die zo duidelijk tegen mij sprak. En ze spraken ook nog in de wij-vorm. En wij willen dat je het hondje meeneemt. En wij willen dat je het hondje Swette noemt. Nou, echt iets van, nou, oké. Okay. Dus nou, dat was heel vreemd, want ja, ik was denk ik 26, 27, zoiets. En ik had echt nog nooit zoiets gehoord. Dus er gaan weken, misschien wel maanden voorbij. En op enig moment belt mijn man mij op en zegt dat hij niet kan komen, op tijd thuis kan komen om de hond uit te laten, omdat er spantenbieren is. Ze hebben het hoogste punt bereikt bij de bouw. En of ik alleen Tara wilde uitlaten. Nou, ik had zoiets van: oké, okay, nou goed, ik ga de hond wel een stukje verder uitlaten. Dus ik nam de hond, Tara nam ik mee. En mijn auto reed als vanzelf naar Boca Onima. Dat is een heel, in ieder geval toen de tijd, was een heel afgelegen deel op Bonaire. Ik parkeerde de auto bij hele mooie, mooie grotten. En ik ging lopen met Tara. En toen ik vlak bij de waterkant was, daar is ook een soort van parkeerplek, misschien wel een, nou ja, een soort camping. Nou, niet echt een campingplekje, maar misschien een soort van. Ja, plekje waar je lekker kunt zitten met tafeltjes erbij. In ieder geval, er waren dus ook vuilnisbakken. En van achter die vuilnisbakken kwam er een hondje. Heel wild en woest en luid blaffend kwam er een hondje ja, in doodsangst met staartje tussen de benen. Van achter de vuilnisbakken naar ons toegesprongen, luid blaffend. En het was heel duidelijk te zien dat zij, nou ja, of aan een ketting had gelegen of gewurgd was met prikkeldraad. Ze had gigantische littekens. Haar hele huid lag open. Het bloed droop open uit. Ze had grote wonden met pus. Ja, ik weet het, heel, heel vervelend verhaal, maar zo was het. En ik had echt iets van: wow. En toen, op dat moment, herinnerde ik mij dat mij verteld was dat wanneer ik op een dag Tara alleen aan het uitlaten was bij Boca Onima, dat ik een hondje tegen zou komen, dat ik haar mee moest nemen en dat ik haar Swette zou noemen. Nou, ik heb, dat was nog in de tijd in 1999, dat was nog. Je had zulke mobiels, echt model koelkast. En het was gewoon bekend dat op dat deel van het eiland er waren toen veel minder zendmasten, dat er nooit bereik was. Ik heb op dat moment de dierenarts gebeld en die nam op. Ik had bereik, nou wonder boven wonder, en het was al tegen vijven. En de dierenarts zei: ja, het is al tegen 5 uur en wat wil je dan? Ik zeg: nou, ik heb een hondje gevonden bij Boca Onima en ik kom er nu aan. Ja, hoe lang duurt het dan? Ik zeg: nou ja, als ik heel hard rijd ben ik er over 10 minuten, als ik laag vlieg ben ik er over 7 minuten. Ja, wat wil je dan met die hond? En de hele Bonaire zit vol met zulke honden en zo kan je wel bezig blijven. Een hele optimistische dierenarts was dat. En ik heb Swettetje meegenomen. En nou ja, goed, zoals ik zei, ze lag helemaal open. En ik ben bij de dierenarts geweest. En die zei van: ja, wat wil je dan dat ik ermee doe? Ik zeg: nou ja, begin eerst maar eens met het geven van vitamineshots. Dus nou ja, ze heeft injecties gehad met vitamines. En ik heb haar mee naar huis genomen en ik heb haar maanden verzorgd. Nou, moet je voorstellen, 1999, ik ben een natuurlijk persoon, maar wat kan je dan op Bonaire ja, vinden?
En ik heb mijn moeder opgebeld en die zei toen van, nou, als er echt helemaal niks is, er zal heus wel honing te vinden zijn. Ga voor de meest natuurlijke vorm van honing en smeer daar de hond mee in. Gelukkig hadden wij twee badkamers, met een douchecabine met schuifdeuren. En daar zat, heeft dus Zwerke wekenlang ingezeten. Twee keer per dag heb ik die hele badkamer schoongemaakt met Dettol en met bleek. En twee keer per dag die hond ingesmeerd met verse honing. En die hond is dus helemaal opgeknapt. Op een manier waardoor toen mijn huwelijk stuk liep, ik de hond mee naar Nederland kon nemen. En zij zelfs een gezondheidsverklaring heeft gekregen. Nou, wat kun je uit dit verhaal halen? Voor nu in ieder geval, als je echt, echt medicijn nodig hebt en er is helemaal niks, ga voor de meest zuivere vorm van honing. Zelf ben ik erg terughoudend in het gebruik van honing, want die beesten moeten zich helemaal te pletten. Vliegen willen wij zeg maar zo'n beetje honing kunnen gebruiken. Dus ik gebruik het echt, echt, echt alleen in super geval van nood. Als ik denk, nou, ik ben nu zo ziek, nu heb ik honing nodig. Anders gebruik ik een andere zoetstof. Dat is eigenlijk de manier waarop spiritualiteit tot mij kwam. In 1999, doordat ik een stem hoorde en ik heb daarna geluisterd. Dus spiritualiteit is ook luister naar wat je op een gegeven moment wat er tegen je gezegd wordt en wat je doorkrijgt. Nou, wil jij je nou spiritueel ontwikkelen? En denk je van, nou ja, oké, ik weet niet of dit al iets voor mij is, maar misschien. Vraag dan een gesprekje met mij aan. Ik noem dat een virtueel kopje thee. Maar we kunnen het ook een andere naam geven als je dat prettiger vindt. Een spirituele scan, een heart-to-heart, een ziel-tot-ziel gesprek waar jij je prettig bij voelt. En dan ga ik 20 minuten met jou op Zoom. En dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En waarmee eigenlijk meer ik voor jou iets kan betekenen. Hè? Op welke manier ik jou kan ondersteunen op jouw spirituele pad, bij jouw persoonlijke groei. Ik zou zeggen, klik op de link, vraag een gesprek aan. En nou ja, dit was het eerste deel van hoe ik op mijn spirituele pad ben gekomen. En zorg goed voor jezelf en wij zien elkaar de volgende keer. Doei doei!